Hey kijkers van mijn aflevering, leuk dat je kijkt naar deze Minecraft Hunger Games aflevering. Ik dacht van oké, ik ga eens een keer de Hypixel server joinen. En ik denk van oké, laat ik eens Hypixel gaan joinen en hoe heet het? En ik dacht van oké, even misschien een leuke minigame om op te nemen. Oké, waarom geen Hunger Games? Ik heb al een tijd geen survival games meer gedaan. En ik dacht van oké, laten we dat weer eens gaan doen. Oh mijn god, mijn geluid zit hard. Oh, dat onweer zo luid. Daar kan ik echt niet tegen van die luide dingen. Wel, ik zit hier even te kijken en ik zie echt geen ene poepzooi. En zo'n cave is altijd echt moeilijk donker met shaders. Want ik heb natuurlijk mijn prachtige shaders aan, waar iedereen jaloers op is. Want ik heb zo'n prachtige PC. Ha. Oh, en blijft er altijd maar over doorlullen. Dat vind ik... Het is een irritante eigenschap aan mezelf dat ik daar maar over blijf praten. En dude, sterf. Ja, ik ga dit niet winnen, of wel? Jawel. Oh. Ja. Yes. Oh, yes. Hij had een stone axe. Wat? Die gozer had een stone axe en hij viel me niet aan met die stone axe. Hij viel me aan met een houten zwaard, toch? Als ik het goed zag in de texture pack. Want ik heb een nieuwe texture pack. Deze texture pack... Oh, wow. Deze texture pack heet Sortex Venver. Ik ga heel even mijn geluid trouwens zacht zetten. Deze texture pack heet Sortex Venver of zo. Ik weet niet. Maar het is een hele mooie texture pack, vind ik. Gaat heel mooi samen met shaders. En ja, ik vind het gewoon een hele fijne texture pack. En ik dacht van, oké. Waarom niet gebruiken? Ik zocht trouwens naar een nieuwe texture pack vanochtend. En toen zag ik dus dat er een PandaCraft texture pack is. En ik dacht van, oh mijn god, die moet ik hebben. Maar hij was niet zo heel erg mooi. Dus toen dacht ik van, oké, het boeit me eigenlijk vrij weinig. En, oh mijn god, deze... Hey, fuck, ik ben dood. Damn. Oh, dat was slecht. Die gozers waren veel te sterk. Oh, shit. En maar jongens, dan zie ik jullie even in het volgende potje. Dan ga ik heel even in een video knippen en dan ben ik zo weer terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik ben nu in de map Mithril. Of Mithril, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval, deze map ben ik. Het is Sika Steel. Ik ken deze map, ik heb er eerder op gespeeld en ik vind hem best wel een leuke map. Ik heb trouwens de klas Baker geselecteerd. Of, ja, volgens mij heb ik Baker. Want ik vind dat gewoon persoonlijk een hele chille klas. Gewoon, hij is makkelijk, hij is snel en, oh, bottle enchanting. Zeg maar, als je dus uiteindelijk moet rennen en er zit echt iemand achter je aan de hele map door, dan zou je dus op zich verder kunnen rennen. Of je kan gewoon langer sprinten. Of je kan in ieder geval niet sterven uit honger. Of omdat je honger hebt. Want, oh shit. Oh, dat was niet gepland. Oh nee. Stom. Oh, wat? Oh. Oh god, ik weet niet wat er zojuist gebeurde. Maar oké. We zijn weer uitgebugd. Of we zijn weer klaar met buggen. Dus we gaan weer verder omhoog. Oké, volgens mij zit hier iemand binnen. Ik weet niet zeker, nee. Zit hier wel een chest? Laten we het hopen. Nee, oh jawel, 2. Cooked fish, oké, cool. Dus voedsel genoeg. En een boog. En wat hebben we hier? Bottle enchanting, oké. Volgens mij is het zo dat bottle enchanting je sterker maakt. Dat dacht ik in ieder geval. Maar daar ben ik ook weer niet zeker van. Dat is me ooit verteld en... Ik denk dat het wel waar is. Want ik zag ook net dat ik een bepaalde movement speed kreeg of zo. Toen ik mijn bottle enchanting neergooide. Ik weet niet of het daardoor kwam hoor. Dat kan ook zijn dat er toevallig iemand doodging. Oh shit, daar kunnen we niet uit. Fuck. Hier is een chest. Oké. Weer een bottle enchanting. Die vinden we wel veel. Alleen wij moeten natuurlijk. Hoe heet het? Die andere dingen hebben. Wij moeten wapens hebben. Want we hebben voedsel, we hebben armor. Nou, redelijke armor. Niet het beste natuurlijk. Vooral ook als je samen speelt met 2 personen. Ik denk dat je dan gewoon al het sterkste bent. Ik denk dat 3 personen onhandig wordt. En dat 4 personen helemaal onhandig wordt. Maar ik denk dat 2 personen denk ik het compactste is. Of het makkelijkst in Hunger Games. Want je kan 2 keer zoveel loot verzamelen. Want jij zegt van, oké, check je dat huisje, dan check ik dit huisje. En dan heb je 2 keer zoveel loot in dezelfde tijd. Maar je moet het natuurlijk ook weer delen. Maar toch, weet je kan wel meer chests. Dus dan heb je ook weer het dubbele aan loot.
Hey. Maar volgens mij is samen is veel beter. Dus als jullie het misschien, ja, misschien dat ik ook wel nog een aflevering met iemand samen ga doen. Dan weet ik nog niet wie. Maar dat kijken we dan wel weer, hè, als de tijd daar is. Als jullie Hunger Games überhaupt leuk vinden, weet je. Want het is een hele lange tijd dat ik Hunger Games heb gedaan. En jullie merken waarschijnlijk wel waarom. Want ik zit nu de hele tijd door de map te lopen. Vind niet heel veel chests. Wel heel veel voedsel. Dat. In ieder geval, ik heb geen goede loot qua wapens, weet je. Als ik nu iemand tegen zou komen, dan zou ik sowieso verliezen. Want ik heb een Lucian. Een Lycanwood Axe. Een Lycan? Wat? Staan er nu ook al verschillende axes? What the fuck is wrong with you, Minecraft? Minecraft, please. Dat is allemaal nieuw. Je hebt wel nu verschillende. Alles ziet er nu wel anders uit vanwege die dingen. Die texture pack. Dat weet ik dan weer wel. Maar. Oh, shit. Maar, hoe heet het? Volgens mij verandert een texture pack nooit de namen. Oh yeah. Dat zijn leggings en dit zijn iron. Ja. Volgens mij verandert die texture pack wel namen. Want volgens mij heeft Minecraft geen update gehad of zo. Terwijl ik helemaal geen update had gedaan. Ik zit in 1.7.2 nu. En volgens mij is dat gewoon die texture pack die de naam aanpast. Dat is nieuw. Dat is echt nieuw. Maar dat is resource pack, hè. Die kunnen natuurlijk weer veel meer dan anderen. Zo, even kijken of we dit kunnen looten. Zo. Oké, we hebben 20 wiet. Oké, handig. Oh. Moeten we hier even overheen? Ja. Is hier een crafting table? Waarschijnlijk wel. Ik denk het niet. Maar waarschijnlijk wel. Oh, wow. Mijn stem. Oh, god. Oh, damn. Fuck. Oké. Even appeltje eten. Ah. Die jumps zijn zo lastig. Oh, god. Even kijken. Er zijn nog 9 players over. Oké, dat is handig om te weten. Dus de kans dat je iemand tegenkomt wordt natuurlijk steeds kleiner. Tenzij je natuurlijk allebei elkaar tegemoet straks gaat lopen. Waar de kans eigenlijk best wel groot op is. Maar bij Blitz Survival is volgens mij juist het kenmerk dat de maps niet zo groot zijn. Want je hebt wel van die andere Hunger Games servers, weet je wel. En dan zijn er volgens mij veel grotere maps. Maar Blitz Survival heeft natuurlijk weer zijn eigen maps. Want je hebt ook heel veel. Servers van Hunger Games die dezelfde maps draaien. En Blitz Survival is dan weer heel origineel, want die heeft zijn eigen bouwteam. Want Hypixel, die heeft zijn eigen bouwteam en zo. Dat hoorde ik in ieder geval. Ik weet niet of het zo is. Misschien dat Hypixel ook wel alle maps jat en gewoon zegt van nou, we gaan met de eerste strijken en zo. Dat zou ook kunnen, ik weet het niet. Boeit me eigenlijk ook vrij weinig. Het gaat om het plezier wat de spelers. Eruit kunnen halen. En hey, dat is een pad. Ik weet dat dat pad naar een dorp leidt. Als wij dus voorzichtig naar beneden kunnen lopen. En eventjes naar het dorp. Het dorp. Dan kunnen wij misschien even dingen doen. Even kijken. Hier is een huisje. En hier is een schip. Volgens mij. Kijk, ik zal het laten zien. Hier, in het huisje kan je niet in. Dat weet ik nog. Ja. Maar dat schip. Daar moet je wel in kunnen, dacht ik. Dus laten we dat eens even gaan doen. Zo. Oh. Tricky loop hoor, dit. Dit is echt tricky. Even kijken. Ja, hier kunnen we in. Hier kunnen we. Oh. Pff. Lol. What the fuck? Kunnen we hier ook niet in? Nee. Oh, hier wel. Kijk. Hier begint het al goed. Dan moeten we alleen nog even de chests vinden. Kunnen we hier toevallig naar boven? Hier kom je. Juist. En hier vind je een enchantment table. Damn. Ik weet nou niet of ik helemaal goed heb rondgekeken. Dus laten we nog even naar beneden gaan. Kijk eens. Allemaal chests. Oh god, ik had anders zoveel gemist. Holy shit. Zo. Oké, dan doen we die even looten. Kijk, dit zijn allemaal chests. Dit is dikke loot, joh. Waarom is niemand hier nog geweest? Ik heb een helmet. Alleen, ik heb al een helmet. In use, zeg maar. Oké. Oké.
Oké, we hebben een betere axe. We hebben extra armor. Ik zag ook nog iets. Hebben we hier ergens een craft? Ja, dat is hier toch? Juist. Ho. Juist. En dan hebben we brood. Oké, dat is handig. Ja. Oké, let's go. Wow, dat geluid van die onweer hoor je wel heel erg buggen. Hoor dat dan buggen? Holy shit. Hypixel, please. Fix your server. Hypixel, please. Maar er zijn nog drie mensen. Oh, en dat betekent dus dat er een deathmatch aankomt. Shit. Daar ben ik nog echt niet voorbereid. Oh, shit. 30 seconden. Blitzstar can no longer be used. Oh, ja. Een Blitzstar. Die kan je ook nog vinden. Dat klopt. Maar ik weet dan niet wat je daaraan hebt. Je kan ze wel vinden en dan krijg je een enorm grote vuurwerkpijl die bij je wordt afgestoken, volgens mij. En dan zeggen mensen van, oh ja, die persoon heeft de Blitzstar gevonden. Gefeliciteerd. Nu heb je een aapje of zo. En dan is het gewoon van, oké, wat kan ik ermee? Want volgens mij kunnen we alleen VIP's gebruiken. Dat had ik ook weer gehoord, weet je. Maar in ieder geval, zij zijn veel sterker dan ik. Ik ben volgens mij een target. Maar oké. Spannend. Fuck. Oh shit, what? Oh mijn god. What the fuck? Die dude sloeg me er keihard af. What? En die gurken die is boos. Lol. What the hell? Fucking beast. Hé, maar jongens, ik bedank je voor het kijken. Geef natuurlijk even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer. Peace out.